Ze zouden eigenlijk magazines moeten maken over het roofvissen. Of een soort website waar je allemaal informatie kan vinden. Ja. Dat is misschien wel een gat in de markt. Zeker weten. Ja, nu in deze tijd ook gebruik ik ook vaak voeten als referentie. Weet je, dat is alweer een beetje vals spelen dit. Dus we gaan straks de arbitrage erop zetten. Ik weet dat ik al als winnaar uit de bus ben. Het is gewoon fijn als ik mensen wat bij kan brengen. Dat is ook mijn taak natuurlijk. Ja, hallo daar roofmeisjes. We zijn in december beland. Echt best wel koud aan het worden, toch Thijs? Lekker fris. Ja, lekker fris. We gaan lekker snoeken weer. Ja, absoluut. Hoe kan het ook anders met Thijs? Dit keer geen banaan bij ons. Gelukkig niet. Nee, want dat heeft hem vorige keer geen windeieren gelegd. Bo, achter de kamer en ik hadden een paar snoeken en Thijs helemaal niks. Terwijl ik een banaan mee had genomen. Ja. Af en vandaag geen banaan bij ons, maar we hebben wel weer een nieuw experiment natuurlijk. Absoluut. Jij gaat met wat grote kussens aan de slag. Ja. Heb je al wat in de gedachten? Ik denk jerkbaits. Ja. Jerkbaits. Jerkbaits. Nu lekker rustig vissen. De vissen zijn wat kalmer, heb ik al de laatste paar sessies gemerkt. Nou, ik ga het iets anders aanpakken. Ik ga wat kleiner aan de slag. Dus dat is een beetje de battle vandaag. Sjoerd met klein kunstenaars, Thijs met wat grote kunstenaars. Waarom ik met klein? Ik heb het ook echt vertrouwen. Het is niet puur voor het experiment. Maar je ziet met dat krenkbeetvis wat heel populair is geworden. Dat er toch ook hele grote snoeken naar boven komen. Hè? Waar die krenkbeets eigenlijk bedoeld zijn voor snoekbaars of baars. Zie je gewoon echt van die loebas omhoog komen. Dus ja, waarom niet? Waar is die vis vandaag op gefocust? En is het op grote of klein kunstaas? We gaan het aan het eind van de dag zien. Laten we het hopen. Oké, nou let's go. Ja, wat een prachtig water. Het is eigenlijk een dode rivierarm. Kraakhelder water. Best een grillig bodemverloop. Dus echt hele diepe stukken, maar ook stukken waarbij het gewoon monotoon loopt. Wat dat betreft keuze genoeg qua stekken. Thijs, jij hebt hier ook al regelmatig gevist? Ja, absoluut. Ja, deze kant van het water eigenlijk niet zo heel veel. Maar goed, het is natuurlijk wat kouder. Ja. Het water is 6,7 graden. Waar dit water met name onbekend staat, is dat ze echt op een klein kunstaas... Ja. Ik ben benieuwd. Ja, dat vinden ze het fijn. Wel fijnst, ja. Ja. Moet die met een groot kunstenaars ben je eigenlijk kansloos hier. Ja, okay. Dus gaan het zien. Veel succes. Een hele voorzichtige beet, echt een voorzichtige beet, maar natuurlijk wel lekker aan het kletsen. Sjoerd als lekker pruikjes aan het gooien. Ja, het is, ik mag niet zeggen 1-0, hij is nog niet in de boot, maar het lijkt er wel. Ah, dit is vals spelen. Nee, Sjoerd. Kijk eens jongens. Zit. Oh. Hey. Er zit nog een braasje in zijn buik. Die is lekker. Zo. Lekker vol aan het vreten. Wat een mooie vis. Ja. Fantastisch mooie vis op de trekker. Gekozen voor een natuurlijk kleurtje, hotpike. Dus heel erg blij mee. Voor groot kunstenaars. Sjoerd, hoor je het? 1-0. Ja, wat een druk te maken hier, Thijs. Zegt hij met groot kunstenaars. Ik verwacht zulke lappen, gaat hij gewoon... Weet je, dat is al een beetje vals spelen dit. Dus we gaan straks de arbitrage erop zetten. Loser! Oké, nou, de toon is gezet in ieder geval. Ja, dat is een mooie vis natuurlijk. Echt dik ook, hè. Je ziet echt dat die vis zich vol heeft gevreten. Ik twijfel zelfs dat er niet gewoon nog een of andere braadsem in zijn buik zat. Ja, nu is mijn beurt, vind ik. Maar goed, ik heb het helaas niet voor het zeggen. Het ligt hier echt murtie van de aasvis. Maar ja, ik vis daar dus een beetje onder. In de hoop dat daar snoek ligt. En wie weet, ja, er is hier ook snoekbaars gevangen in het verleden. Zelfs snoekbaars uitgezet, dacht ik. En vergeet onze vriend Baars niet. Dus... Het is al wel niet goed voor mijn score, want het gaat uiteindelijk om de snoeken vandaag. Groot versus klein. Ja, een andere vissoort. Ja, daar ben ik net zo blij mee eigenlijk. Ook al wil ik thuis maximaal afslaan. Zo, wat een rare aanbeet. Ik dacht die zit aan een brasem of zo, joh. Ik heb een pak en de vorige gestoten. Ja. Je moet in de boot zijn, anders telt hij niet, hè.
Ik heb hem aangeraakt. Nee. Thijs, het is zo moeilijk, man. Nee. Ik wil vals haak, telt niet, hij moet wel in de bek zitten. Hij zit in de bek, kijk maar, voor een deel. Ja. Zie je? Uh-huh. Heb je hem gepakt? Ja. Nou, zie je dat we... Ja, echt een maffe aanbeet. Hij kwam met me meezwemmen. 1-1, dames en heren. De messen zijn geslepen. De kaarten zijn geschud. Nou, dat deed hij voor jou, Bo. Was dat niet mooi? Een mooie afsluiter. Oké. Okay. Kleinkunstenaars, zo slecht nog niet misschien. Het feit dat ik met kleinkunstenaars aan de slag ga, is echt niet vanuit opoffering of iets. Ik geloof er ook echt in. Dat krengbeetvissen, dus het vissen met kleine plugjes, dat heeft een enorme vlucht genomen in populariteit. Daarbij valt het mij heel erg op dat er veel snoeken op wordt gevangen, maar ook echt grote snoeken. Dus op kleine plugjes gewoon echt die big mama's. Ja, en ik kies vooral voor wat groter aas in de winter. Puur met de gedachte van, hey, zo'n grote vis die wil gewoon één keer een schot wagen om zijn prooi te pakken. Om daarna weer terug te zakken naar de bodem, om daar de aasvis te verteren. Nou goed, vandaag werkt het niet helemaal zoals ik hoopte dat het zou werken. Maar goed, ik blijf... mooi volhouden met de jerkbaits. Mag ik zeggen inderdaad, met een glidebait zoals een trekker. Dit is een GoFish, een baarsprint. Die heeft dan wel een diepduikend schroepje, maar die gebruik ik echt voor twitsen. Een paar rukken dat hij wat naar de diepte schiet, maar dan ook weer mooi langzaam naar boven laten komen. Vaak op het moment dat het snoek erop knalt. Nu vis ik met een Salmo, is het een Hornet? Nee, dit is een Salmo Perch. Ook weer echt in natuurlijke kleur, een vorentje. Maori, een glidertje, ook weer met een mooi silhouet, een dikke buik. Ik heb ook wel wat felle kleuren bij me, maar het water is zo kraakhelder vandaag dat ik toch wel echt kies voor, ja, lekker natuurlijk. Het mag wat glinsteren, het mag echt een vorentje zijn wat mij betreft die in paniek is, die net gegrepen is door een watervogel of door een andere snoek die nog wat gewond in die waterlaag hangt. Dus dat is een beetje mijn theorie achter mijn troef vandaag. Ja, en dit is in feite een soort van mix van een jerkbait en een swimbait. Een tweedelige Molix. En ook die heeft een heel mooi silhouet. Was natuurlijk vanaf de bodem af kunnen zien. En hopelijk daarop getriggerd worden. Dus ja, mijn keuze in de winter is vaak groot. Ook in de polder, in de ondiepe sloten. Een grotere jerkbait, meer silhouet. In de hoop dat ze denken, hey, die ga ik pakken. Want dan heb ik mijn maaltijd voor vandaag of voor een paar dagen binnen. En dan kan ik lekker rustig doorgaan. Met verteren en relaxen op de bodem. Oh, kijk. Ja, Bo, wat is dat, jongen? Ja? Ik wil even wat dingetjes op mijn telefoon doen en dan ga jij... Je krijgt geen tijd. Met de eerder vandoor. Tellen we deze, Thijs? Nee. Waarom niet? Omdat Bo doet niet mee en Bo is de camera. Ja, dus? Nee, we tellen hem gewoon. Toch? Bo en ik zijn broers, hè? Mensen vinden ons op elkaar lijken. Ja, dat klopt. Ja. En dat is misschien de openbaring nu, we zijn ook broers. Ja, maar Bo is toch echt wel de knapste. Hè? Ook mijn eerste snoek. Van de dag dan. Ja, ik vind het een beetje irritant worden, Bo. We zijn hier met een wedstrijd bezig, hè? Ja. Het was niet te doen. Zal ik ook mee gaan doen? Klein kunstenaars, ja, hè? Nee, mooi aanbeet, hè, volgens mij. Ja, absoluut. Ja, hij sprint er weg. Dat is een mooie aanbeet. Ik dacht dat die iets kleiner zou zijn, toch nog wel een leuk formaatje. Het is een mooi formaat, zeker. Absoluut. Weten. En weer lekker vol, hè? Vol het buitje. Dat zeker, ja. Nou, snel weg, want ik moet de 1-1, want hij stelt dus niet. Hij gaat terug. Ja, wel een klein beetje, Thijs, eigenlijk. Ja, wat doe ik doe die flauw. Kijk, dit is mooi. Nee, gaat wel goed komen. Gaat wel goed komen. Niks aan dan. Kijk, dit is zo mooi, dat vind ik al op eigen kracht, Bo. Dat terug zijn de mooiste. Diepte. Lekker man, nee, goed bezig. Yes. 2-1 voor Klein Kunstenaars. 2-1 voor Klein Kunstenaars. Maar niet 2-1 voor Sjoerd Thijs. Nee. Daar moeten we eerlijk in zijn. Nou goed. Ja, maar jullie hebben twee man nodig om misschien mij te kunnen verslaan. Dus dat betekent ook wel iets, Sjoerd. Ja? Ja. Ik denk als je Bo laat vissen, dan word ik glansrijk verslagen. Maar met jou heb ik al meer kansen. Ik kan zo aanwezig, ja? Thijs. Ja, volgens mij. Oké, op naar de volgende. De volgende keer. Yes. De dubbele cijfers komen in zicht. De volgende keer gaan we iets anders doen. Dan wordt Sjoerd de kamer en dan gaan Bo en ik. Volgens mij is dat het meest verstandig, ja. Zo, Thijs, we hebben wel stijgere dagen gekend. Dit biedt wel perspectief absoluut voor de rest van de dag. Ja, de stand. 2-1. Dus
klein kunstaas loopt voor. Hoe zie jij dat, klein kunstaas en groot kunstaas? Wat is jouw theorie daarover? Het kan goed zijn dat dit soort water ook in de winter gewoon klein kunstaas beter werkt. Ja. Ga je dan naar het grotere water toe, beneden rivieren of de Maas bijvoorbeeld, dan kan bijvoorbeeld een groter stuk kunstaas weer meer opvallen. Dat echt die zware dames denken, hé, daar maak ik een schot naar. Ja. Dus maar dat kunnen we ook een keer proberen natuurlijk. Nu wat kleinschalig water, ja. Maar dat moeten we eigenlijk ook eens op groot water. Want het is best wel iets wat de gemoederen bezighoudt. Ja. En uiteindelijk, ook al hebben we 2 films hierover gemaakt, dan nog valt er geen... Er is geen pijl te trekken. Er is geen pijl te trekken. Ze zouden eigenlijk magazines moeten maken over het roodvis. Of een soort website waar je allemaal informatie kan vinden. Ja. Dat is misschien wel een gat in de markt. Zeker weten. Nou, we zijn een stukje verkast. Eén stuk was niks meer. Nou, we zijn over een ondiepe plaat heen aan het vissen. Dan zou je denken ondiep, helder. Maar er zat in ieder geval nog wat krabbenscheer. Niet echt het ideale vegetatie voor een snoek. Maar goed, als er niks anders staat, dan zal kleine aasvissen er tussen verschuilen. En de snoek zal erbij jagen. Naar ondiepe plaat en dan lekker over een stukje komen we naar een dieper gedeelte. En dan maar kijken waar ze zitten. We blijven in ieder geval volharden. Dus het blijft gewoon hard kunstaas. Of hoe zeg je dat? Groot kunstaas tegen klein kunstaas. Maar ja, met 2-1 kun je daar eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. En dan nog, weet je wel, als de score uitvalt als 4-1, 5-4, ik noem maar wat. Er zijn zoveel variabelen die nog van invloed zijn. Voordat je echt bijna wetenschappelijk kunt staven. Oké, dit kunstaas, deze size is beter dan die andere. Maar dan nog, het is wel interessant. We gaan het zien. Ja, dit was fantastisch jongens. Dit was een aanbeet. Alsof we in de zomer zijn. Hij pakt hem, maar hij komt gewoon als een soort dolfijn, als een flipper. Maakt hij nog even een dansje in de lucht. Dat doet hij omdat hij ze maar zo lief vindt. Het is geen hele grote. Maar wat een waterbellen, dames en heren. Ja, een stuk magerder. Dan de andere snoeken. Klein kopje ook weer, dus echt zo'n voor een baars eten. Kop zit vol met parasieten. Deze lag gewoon stijf tegen de bodem aan en had toch wel zin in een klein stukje kunstaas, Thijs. Ja, mooi. Lekker man. Ja, die stand die begint toch wel een beetje het voordeel van klein kunstaas. Maar ja, dat is ook een beetje de visser die... Met die hengel in zijn handen staan natuurlijk. Hè? De man die de boot bestuurt, dat ja, kan allemaal wel tof doen. Van, ja, ik breng je naar de stekker. Ja. Het gaat om de vissen. Daar gaat het om. Hé Thijs? Ja. Ik breng hem gewoon naar de goede plek. En hij zat voor op de boot. Hè? Dus hij komt als eerste bij die vissen. Dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal geen geweldenaren. Maar goed. Ik moet de kennis geven. 3-1. Maar de dag is er niet voorbij. Dus er kan er van alles gebeuren. Ik blijf vertrouwen hebben in mijn grote chillkwets. Nou, echt wel een tegenvallende middag. Snoek laat weinig van ze zien nu. We zijn nu echt op een soort overwinteringsplek gekomen. Dus die gaan we gewoon lekker even aftrollen. Verwacht jij er nog iets van, Thijs? Geen flauw idee. Nee? Als je ze eenmaal treft, dan liggen ze bij elkaar. En als ze willen bijten, dan bijten ze. Dat zagen we net wel. Dan pak je er een keer 2 op een dans, één en je lost er één. Een klein stukje. Dus, maar goed, als je ze treft, de aanbeten die we hebben gehad, die waren goed. Dus... Ja, je hebt mooie aanbeten gehad, hè, Thijs? Ja, aanbeet. Oh ja, nee, aanbeet. Goed, dat was wel de grootste vis van de dag. Dus Oké. Wat jij wil, joh. Ik ga voor de actie. Daarom. Hè? Ik kan mijn plezier verspreiden over de dag. En hij heeft de eerste vis gevangen en daarna helemaal niks meer. Dus als je maar wil. Ja. Dus, ga lekker een banaan eten, joh, Thijs. Kwaliteit. Wat zeg je, Sjoerd? Kwaliteit, hè? Ja, zo is dat. Nou ja, we gaan even zien hoe het hier afloopt. Thijs zei net al dat hij erover zit te twijfelen om eigenlijk weer naar de stek toe te gaan van de ochtend misschien nog. Daar was het toch wel anders, daar waren ze wat los. Dus wie weet dat het ook bij die avondschemering, net als bij de ochtendschemering, dat de vis daar gewoon wat meer wil. Dus, maar eerst die even trollend de kans geven, kan natuurlijk ook nog gewoon maar een dikke vis opknallen. Het is echt wel de plek waar die grote vissen zich gaan schuilen voor de winter. Dus,
goede hoop houden. Thijs, wat zeggen we van deze dag, jongen? Ja. Wat gaan we daar eens voor moois van maken? Ja, ja, ja. Blijkt wel, vandaag was kleinkunst aan het beter. Toch? Ja. Maar of het een eerlijke blik is, ik durf niet te zeggen. Ja, goed, ik kan de verliezer natuurlijk altijd roepen. Maar ja, kleinkunst heeft bij deze zeker gewonnen. De vissen erachter ook misschien nog staan? Ik denk eerder dat het aan de kunstenaars lag. Ja? Maar, ja, 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 ja. Nee, okay. Ja, het is eerlijk, de kleine kunstenaars heeft gewonnen. Ja. Maar ja, wat kunnen we ervan zeggen? Je weet het niet, hè? Daar zijn we het ook wel een beetje over eens. Er zijn zoveel variabelen. Het weer, ik sta inderdaad in die punt van de boot. Ik werp stekker eerder aan. De techniek is anders, hè? Dus ik vis sowieso veel agressiever het kunstenaars binnen dan wat Thijs doet. Het is echt heel langzaam, die walk the dog actie. Maar voor de rechts, om daar nou echt een wetenschappelijk antwoord op los te laten, kunnen we nauwelijks doen. Ik vind het geeft wel een heerlijk gevoel van mij natuurlijk. Om Thijs een beetje in een mineurstemming te zien. Ja. Nee, jij hebt ook een mooie dag gehad, toch? Daarom? Ja, mooie vis gevangen. Dus, gaat er voort aan kleinkunstenaars mee aan boord bij jou? Ja, misschien heb ik mij wel tekort gedaan door altijd maar grote vissen. Ja, ja, in plaats van klein. Dus ja, waarom niet een doosje meenemen met wat kleine twitchbeetjes en een licht spinengeltje. En als het niet werkt, wisselen. Ja, je hoort het erover, mensen. Ik vind het ook gewoon fijn als ik mensen wat bij kan brengen. Dat is ook mijn taak natuurlijk. Ja. En ik vind het fijn dat ik Thijs gewoon wat heb kunnen leren. Ja. Hè? Misschien moet je me nog even voor bedanken, Thijs. Ja, nou, dankjewel Sjoerd, hè, voor deze wijze les. Nee man, top. Ik heb een heerlijke dag gehad. We hebben weer lol gemaakt. Absoluut. Lekker lopen ouwe hoeren natuurlijk. En vooral echt wel serieus gevist. Ja. Met nauwelijks een conclusie die we weer uit kunnen trekken. Maar het was leuk voor de insteek. Ja, ik heb het naar mijn zin gehad. We hebben toch mooie vissen gezien. Ik hoop dat jullie het ook mooi vonden. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ons niet te liken natuurlijk. En ik zie jullie op of langs het water. Tot later.